Nou, daar zijn we dan op het strand. Ja. Danny, ja? Leuk dat je er bent. Ja. Hij heeft best wel vaak gevraagd of we een keer samen gingen zoeken en steeds kwam het er niet van. Nou, ik woon ook niet heel dicht in de buurt bij hem en het is voor mij vaak, komt het op een spoep en dan ga ik zoeken. En ik krijg de vraag gewoon heel vaak, dus het is niet persoonlijk, maar het komt er gewoon heel moeilijk van. Ja. Maar vandaag zijn we wel samen op pad met z'n tweeën, want voor de rest is er niemand op komen dagen. Zo populair ben ik. Ja. maar je hebt wel een voorsprongetje, hè? Ja. Dikke monies. Ja. En een auto. Ja. En sieraden. Ja. Volgens mij zei Glenn, die zei van je hoeft niet naar Zandvoort, want er ligt toch niks. Nou ja. Voor de mensen die zich afvroegen met welke metaaldetector ik ben. Nou, Manuela. Ik heb de Deus 2 bij me. Ik vond het wel eerlijk, want je ziet heel weinig video's van strandzoekers met een Deus 2. Of ik zie ze heel weinig, maar ik dacht, het is misschien wel leuk om een keer de Deus 2 mee te nemen. Genoeg ouwe hoed, we gaan aan de gang. Ik was alweer bijna vergeten waarom ik eigenlijk nooit naar het strand ga. Dat komt door deze dingen. Wijndoppen, bierdoppen, vlugeldoppen, treklipjes, blikjes, noem het allemaal maar op. Ik raak er helemaal gefrustreerd van, ik ken er niet zo goed tegen. Ik word er helemaal peunenveu van. Moet je horen, ik loop op Beach Pitch. Je denkt minstens dat er een schat ligt. Maar het is deze. En je moet hem opgraven, want voor hetzelfde geld is het wel wat moois. Ja, het is wel heel klein. En een Zandvoort. Ik kan hem verstoppen bij je. Kijk. Tadaa. Mijn eerste muntje is binnen. Ja, die knalt er wel over natuurlijk. Ja, dat hoef ik ook niet te laten horen. Dat is wel duidelijk. En 2 eurotjes. Wat vind je ervan? Leuk. Ja? Ja. Wil je ook later zo'n ding kopen? Ja. Moet je goed sparen, hè? En weet je wat je dan het beste kan doen? Wat? Zorgen dat andere mensen je wat geld geven. Hier. Heb jij 2 euro? Dankjewel. Dan ken jij alvast, heb je de eerste beetje al bij elkaar. Top idee, hè? Ja. 20,21 op de Equinox en 85 op de Deus. Nou, laat even in de reacties achter wat jullie denken dat het is. Oh, ik ruik lekker eten, hè? Zo! Ja, voor mijn geld kunnen we het nog niet doen, want ik heb alles weer weggegeven. Ja. Hey. Ben je het kwijt? Ja. Nou. Wat is het? Dat kan toch niet? Nee, dat is echt... Oh, het is een sieraadje. Huh? Het is een doodskopje. Oh. Ja. Kijken. Oh, ik moet even scherp stellen. Ja, het is een doodskop. Oh. Die is leuk. Ja. Grappig. U valt in slaap. In diepe slaap. Bij Osiris en Beatus, u bent een evertzwijn. Een ketting met een hangertje. En ik weet eigenlijk niet of dit steen een echte steen is of dat het een stukje plastic is. Maar ik heb gelukkig een naamgenoot, Shirley. Nee, ik heet geen Shirley. Shirley heet ook Klein. Die heeft heel veel verstand van stenen. Dus ik ga het wel aan haar vragen. In ieder geval een soort van armband, pendula, kettingachtig ding. Leuk! Ja. Kijk. Vindersloon. Ja. Yeah. Nou, jij gaat wel lekker zo. Ja, hè? Oei. Echt rinkel. Het is nog niet heel bar veel, maar het is wel heel gezellig. Lekker mensen een beetje aan het wandelen. Mensen raken in de mood van de zomer. Mensen die zijn gewoon lekker bezig met van alles en nog wat. Vooral met hunzelf.
Dat vind ik eigenlijk het leukste van het hele strandgedoe. Dat vind ik eigenlijk het allerleukste. Wat is dat? Een shoppie. Shoppie? Shoppie, shoppie. Shoppie, shoppie. Kijk, die oprapertjes die zijn het leukst. Daar hoef je niet voor te graven. Zit het toch wel een beetje in die spirituele dingen, hè? Ik had... Ja. Oh, hij is wel Christy Misty. Ja. Ik had ook zo'n raar dingetje met al die kleuren steen. Oh echt? Ja, en nou heb jij een oorbel. Ik had zo'n kettingje en jij hebt nou zo'n oorbel. Ja. Stel ik je hippies hier op het strand geweest. Ja. Het begint al een beetje donker te worden. Maar, vindt ze nog wel. En deze is denk ik nog van afgelopen jaar. Het is niet van deze zomer. Hey. En dan ineens zit ik thuis in het zonnetje voor mijn nieuwe vogelhokkie. Met nog steeds die prachtige tas voor me, die ik nog steeds niet verloot heb. Nou, ik ga jullie verlossen van het antwoord. De winnaar van de tas komt nu in beeld. Ik zeg gefeliciteerd met de tas, geef mij een berichtje en dan maken we het in orde. Ik was hem weer voor vandaag. Ik raak best wel moe. Ja, mooi, echt wel. Ja, best wel veel gelopen. Eerst een paar kilometer die kant op en toen een paar kilometer die kant op. Nou ja, best wel leuk gevonden ook. Ja. Allebei wel een handje met eurogeld. Ja. En nog een vork en een autootje en een, jij had nog een oorbel en ik had nog een ketting. Ja. Dus, nou, we zijn niet helemaal voor niks geweest. En nou is het laat, 10:15, dus ik hoop dat die snackbar nog open is, want ik barst van de honger. Maar dat zien we wel. Dus we sluiten nu af. Ja. Dan gaan wij lekker even kijken of we nog wat kunnen eten. Ja. Maar dan zeg ik voor jullie, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!